welkom bij een nieuwe video. Vandaag maak ik een shopvlog. Het is vooral kledij, maar het zitten er ook een paar andere dingetjes bij. Zo heb ik 3 van deze verpakkingen gekocht. Dit zijn de Intuition Ultra Moist Shea Butter Scheer blokjes. Dit zijn eigenlijk zulke blokjes waarmee je je mesje en je zeep in één zetten. Ik vind ze echt heel erg gemakkelijk. En, dus kosten niet zo heel veel geld. Ze zijn gewoon verkrijgbaar bij Zeeman. En nu was er zelf een actie van met 2 plus 1 gratis. Dus daarom heb ik er 3 gekocht. Onlangs ging ik met mijn moeder naar Leclerc en daar vond ik dit. Dit zijn hopelijk milieuvriendelijke oorstokjes. Ja, want dit middenstuk is gemaakt van karton. Dus een stuk milieuvriendelijker dan onze plastieken. Ze waren niet zo heel veel geld en er zit een 200 in één doosje. Daar kom je wel eventjes mee toe. Nu tijd voor mijn kledij. Ik heb namelijk heel wat dingen gekocht in de Solden online. Zoals deze trui bij H&M. Deze heeft een streepjespatroon. Met blauw-grijze en witte streepjes. Ook heb ik een broek gekocht bij H&M. Dat fragmentje laat ik nu even zien. Want de broek ligt in de was. Hallo, welkom bij Schuine Fobe uit de toekomst. Ik kom helemaal uit de toekomst. Wacht hoor, ik ben niet voluit scherp. Oké, ik kom helemaal uit de toekomst om jullie dit te tonen. Dit is een H&M broekje, een kort H&M broekje. Ik heb nog nooit zo'n korte broek gehad sinds ik 13 ben of zo. Het is een broek, een witte broek met van die strepen. Blauwe strepen. En het zit echt heel gemakkelijk. Het was super handig tijdens de hittegolf. Omdat ik daar gewoon iets had om in te wandelen. Zonder dat mijn benen tegen elkaar gingen schuren. En zonder dat ik al te veel zweette. Dus dat is mijn favoriete zomerbroek van het moment. Daarom dat hij ook in de was zat. Ik kon namelijk niet wachten tot ik deze shoplog had gefilmd om deze broek aan te doen. Zo. Daarnaast kocht ik bij ASOS ook een aantal kledingstukken. Zoals dit funky jurkje. Die heeft een super leuke print. Die heeft wel een beetje een decolleté. Een veel te grote decolleté van mij, dus ik ga hem een klein beetje toe naaien. Ik mag wel wat decolleté hebben, maar het hoeft ook niet zo heel veel te zijn. En net zoals de meeste van mijn jurkjes heeft hij langs de middel een inkeping. Dit is hier een rekker, waardoor dat je middel wordt benadrukt en niet wat dat eronder zit. Of ja, je, mijn, als ja, zodat mijn buik weggestopt wordt. Ook kocht ik deze trui. Dit is een zwarte streepjes trui met een kantje. Het heeft namelijk 2 rode strepen aan elke mouw. En dat vond ik heel erg leuk. Ik kocht ook deze zwarte trui. Deze zwarte trui heeft fluo-strepen, dus heel erg lekker funky. En tenslotte kocht ik een jurkje. Ik ben namelijk al heel lang op zoek naar een jurkje dat ik ook in de herfst of in de winter zelf misschien kan dragen. En dit is echt het ideale exemplaar daarvoor. Het is namelijk zo'n tuttig jurkje. Mijn moeder vindt het een klein beetje lijken op een schooluniform, maar misschien vind ik dat ook wel leuk. En het heeft hier een kraagje. Het heeft, zoals je kunt zien, lange mouwen en de stof is ook echt wel redelijk dik. Dus ideaal voor als er familiefeesten zijn en het is wat kouder.
Want om een of andere reden heb ik nooit een perfecte jurk. Want we komen samen met nieuwjaar en dan is het koud voor zomerse jurkjes. En we komen samen rond september. Ook te koud meestal voor zomerse jurkjes. En soms zo ook net op het moment dat net nog niet warm begint te komen. En dit is dan ideaal. Mijn lange mouwen. En ook super leuk voor kerstmis of zo. Daar ben ik heel erg blij mee. Alhoewel ik wat centjes heb moeten aan uitgeven. Zo, dit was mijn shoplog. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doedels! Oh ja, vergeet ook niet zeker mee te delen hieronder in de comments. Welke video jullie volgende willen zien.